Ja, maar het is, laten we blijven bij de feiten en de staatkundige verhouding zoals ze er zijn. Want anders zouden we ons overal mee bemoeien en dat is echt niet de bedoeling. Wat wij doen, we nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van mensenrechten. Dat doen wij door een internationaal verband naar internationale NGO's middelen over te maken om bijvoorbeeld opvang in de regio Colombia mogelijk te maken. Omdat wij niet willen dat mensen de overtocht wagen. We hebben die tafereelen gezien in Zuid-Europa. Dat is vreselijk. Als humanitair moeten we absoluut niet willen. Tegelijkertijd voelt de Nederlandse regering zich wel verantwoordelijk. Dus ministers Kaag en Blok hebben een internationaal verband ook middelen daarvoor toegezegd. Dat is het internationale deel. Dan komen we op het koninkrijksdeel, dat heb ik zojuist aangegeven. Daarvan hebben wij gezegd, als er op Curaçao, dat zou ook voor Aruba gelden, de behoefte is aan ondersteuning, dan vragen wij de landen om dat bij ons kenbaar te maken. In het geval van de SDGK is er ook een concreet verzoek geweest van Curaçao voor die bijdrage. Die bijdrage hebben wij ook gehonoreerd. En er wordt nu daadwerkelijk uitvoering gegeven aan het opzetten van die faciliteit. Ik ben er vanochtend geweest, dat is bijna in ieder geval de eerste fase om dat goed in te richten. Is dat afgerond, daar komt nog een tweede fase aan vast en zo hoort het ook te zijn. Dus Nederland neemt zijn verantwoordelijkheid, maar we moeten goed in de discussie onderscheid maken tussen het land Nederland en het Koninkrijk. Want het Koninkrijk is niet Nederland.